Goedemorgen. Het is vandaag vrijdag 19 augustus. En vandaag is de dag dat ik samen met Ian, hier zit, naar Londen ga. Ja, we gaan naar Londen. We gaan over ongeveer 10 minuten weg. Het is nu 10 voor 8 dus. En we zijn al in de stemming aan het komen om allemaal video's te kijken. Ja. Van Miranda! En we moeten nu zwaaien naar mijn moeders Facebook. Nee, ik ga naar Facebook. Oh, wat ga je doen? Ik kijk. Oké, dat ziet heel awkward. We gaan zo meteen naar de boot. En vanaf daar gaan we naar Harwich. Of dan zijn we in Harwich. En dan gaan we naar Londen. En we zitten vlakbij het hotel. Vlakbij Oxford Street. Ah! Hoeveel zin hebben we erin? Heel veel. Zin in. En we gaan dan natuurlijk gaan we ook shoppen. Ja! Oh, de Miranda Sings. En Miranda Sings. Oh my god, superleuk. Dus we hopen dat jullie de vlog leuk gaan vinden. Wij vinden het al in ieder geval superleuk om te maken. En dan zien jullie als we op de boot zijn. Fancy. We zijn aangekomen op bestemming. En de boot is huge en het lijkt op de Titanic. Het is zo groot. Maar, Ian, we hebben er wel zin in, hè? Let's go, we gaan naar Londen! Woehoe! We zijn inmiddels door de security en door de indinges. En we zijn ingecheckt en we gaan nu naar de schepen daar. En dit herken ik van de vlogs van Willemijn en Martina. Van Live Life Gorgeous. Kijk. Wat laat ik jullie nu zien? Oh my god. Oh my god, ik krijg. Kijk. Naar de schepen. En Ines is nu hier. Even alles aan het doen. En we gaan naar Londen. Yes. Zonder ouders. En we gaan er gewoon een gezellig weekendje van maken. Het is nu 9:05. We zijn ruim op tijd. En we moeten om, hoe laat moeten we inchecken? Voor 10:00. Nou, nee, dan hebben we. 10:00 gaat hij gewoon weg. 10:00 gaat hij weg. Ian, hoeveel zin hebben we erin? Een dikke 10. Een dikke 10. Het enige wat nu wel afgekneld is, mijn handen. Maar daarheen. Naar het schip. Naar het schip. Wow, loopband. Zal ik filmen? Ja. Oké, Ines gaat jullie. Mij nu filmen. Kijk. Ja. Moet je mij nu zie ik jouw hand. Zal ik het volley doen? Ja, is goed. Oh. Wacht. Moet je wel meelopen? Doei. Nee, grapje. Wacht even hoor. Ietje, ga. Dat is niet echt interessant. Hey Eentje, we zijn er. Op. Ga nu borden. Ik ben zenuwachtig voor live, dus oké. Oh, moet ik doorlopen? Moet niet. Wie zegt dat? Daar gaan we dan. Het ziet er zo leuk uit. Ah. Ja, maar echt. Op naar we zitten nu op Schiphol. Ah, ik vind het echt leuk om dit allemaal voor jullie vast te gaan leggen. En we hebben er wijs veel zin in. En ja, mijn eerste is de vakantie gewoon, jongens. Oh my god. Afstappie. Kijk hoe mooi dit uitzicht is, jongens. Kijk dan. En daar is het bootje. Daar gaan we nu heen. Let's go. En ik stop nu even met filmen. Want ik film weer op de boot. Zeg maar doei. Tot zo. We staan in de boot. In de lift. We zijn op 9. Daar moeten we heen.
Let's go. We gaan naar de kamer. Omhoog. Tot hier? Nee, we gaan nu naar beneden. Follow the leader. Follow Ines maar. Oké, let's go. We gaan naar de trap. We komen in de kamer. We hebben kamer 203. En ik ga jullie nu een roomtour geven. Oké, let's go. Oké, laten we beginnen met de roomtour. Eerste, als je binnenkomt zie je dit. Ines die heel mooi vlogloos doet. Oh my god. Oké, hier is de badkamer met wc en een spiegel en een douche met luxe. Oh my god, bekertjes, alles. Nou, hier hebben we nog een spiegel om onze outfits te kunnen checken. En je ziet achter mij al. Hierachter nog een spiegel. Hey. Oké, en dan zijn hier de bedden. Ik slaap onder, Ines slaapt boven. En we hebben hier een zithoek, maar die is al ingepikt door onze tassen. En daar een tv, die we zeker gaan gebruiken, want we gaan zo meteen wel iets kijken. Ik weet niet wat. En we hebben hier geen service. Je hebt de deur opengelaten, weet je wel? Nee. Oh. We hebben geen service, dus we kunnen niemand appen, bereiken of whatever. Maar ik ben met mijn bestie, dus... En ik denk dat ik alleen maar met Ines dan zou gaan appen in de avond. Ja. Hoeveel zin hebben we in het weekend, Ien? Jawel. Yay! We gaan naar Zinks! Wow! We gaan naar Zinks. En we zitten op de 10e, dus als we deze boot gaan zinken... We gaan tv kijken, even lekker chillen maar op de eerste kamer. Zijn alleen maar auto's, hè? Huh? De eerste zijn alleen maar auto's. Volgens mij is het pas vanaf dek 8 of zo dat er... Oh, dan zit hij best wel hoog. Oké. Okay. Ach ja, ik zwem op jou dan. Oké, we gaan lekker even tv kijken, even wat eten, wat drinken, lekker chillen. En dan zie ik jullie zo weer. En wat is die rare stip hier? Oh, dat ben ik niet. Nee. Huh, wat is dit? Oké, doei! Oké, we zitten dus nu in een cafeetje. Hier op het dek. En ik heb een Coca-Cola Light. Pepsi. En Ines heeft een leuke thee. En we hebben een foto gemaakt net. Kijk dit mooie uitzicht, guys. Ik weet niet of jullie het zien. Oh, jullie zien het wel een beetje. Maar het ziet er wel heel fancy uit. Super awesome. En dit gaan we lekker opdrinken. Nou, Ien. Proost op een leuk weekend. Niet aangegeten goed. We gaan nu naar buiten. Oh. We gaan nu even naar buiten halen, even een frietje. En dan gaan we daarna lekker van het buitendek genieten. Oké, we moeten naar de bar. Kijk, want hier is buiten. Hier is buiten, dus dan moeten we naar de 13. Weet je wat? Oh ja. We gaan nu naar... Kijk, ik geef jullie gewoon een toertje. Kijk, je hebt hier gewoon twee gangetjes. Hier heb je een gang waar allemaal restaurantjes zitten. En hier heb je een gang met allemaal... hoe heet dat nou? Supermarktje. Echt superleuk. En dat gaan we dus nu doen. Dan gaan we nu naar de Taste. En daar gaan we... Oh, breakfast. Dat vind ik echt duur hoor. 15 euro. Oké, we gaan gewoon in Londen zelf gewoon bij Pret. Ja. Oké, let's go. We hebben nog zin in Ien. Ja, ik ben wel een beetje moe. We zijn echt moe. En we gaan zo meteen Keeping Up with the Kardashians kijken. Oké, guys, we staan nu op het dek. Ik weet niet of jullie me horen door de wind. Maar kijk dan. Oh my god, we staan gewoon rooftop. Rooftop. Oh my god, Ien, hoe geweldig is dit? Wow, mijn camera. Huh? Oké, ze zijn weer. Oh my god, Ien, hoe geweldig is dit al? Geweldig. Oké, kijk, en daar. Kom, we gaan daarheen. Is het winter? Hier hoor je gewoon alleen maar... Oké. Maar ik zet het wel onder. Een basketbalveld! Basketball! Basketball!
liggen in bed. Ines met bril. Hoe bedoel je, Wenna? En we zijn nu in Eppes. We zijn net helemaal naar de 11e verdieping gegaan. Dek nummer 11. En het was echt zo ontzettend leuk. En wat vind jij ervan, Ien? Ja, leuk. Voor jouw reactie ook leuk. Ja, maar echt, op een gegeven moment. Weet je. Het is nog nooit echt overkomen, zeg maar, dat ik naar Londen ging met de boot. En ik vind het wel ontzettend cool dat ik wel met Ien dit avontuur aanga, omdat... Film me maar niet zo veel. Omdat ik met Ien dit avontuur aanga. En ik denk wel, als je dit doet, gewoon een reisje samen boekt of zo, dat je dan wel een hele goede vriendschap hebt. Dat vind ik wel belangrijk, denk ik. Ien stootte net volgens mij haar hoofd. Nee, ik knikte ja. We liggen nu lekker in bed en we hebben matchy... Nee, we hebben matchy... Pyjama's aan. Superleuk. En dit oversized sweatertje van H&M. En we zijn nu Keeping Up With The Kardashians aan het kijken. En welke episode? Waarom staat het zo? Ja, gewoon de laatste. De laatste aflevering. Dat ze naar Cuba, in Cuba zijn. En onze kamer is echt nu al een bende. Kijk. Wow, die troep daar is allemaal van mij. Ja. Deze bedden liggen trouwens echt fucking goddelijk. Ja. Good. Okay. Oh my god. Echt, kijk hoe wij liggen. We liggen er zeg maar zo bij. Oké. Ja, wiebeltenen. Wat ook expres. Oké, grapje. Maar we gaan nog even de ding afkijken. En dan vlog ik zo meteen weer als we gaan slapen. Want het is nu hoe laat? Half twaalf. We gaan zo lekker slapen. Oh. Oké, dan bedank ik je voor het kijken naar de allereerste. Nou, niet de allereerste. De heenreis naar Londen. En morgen zien jullie deel 2 van onze reis in Londen. En dan gaan we onder andere shoppen. En. Wat? Ik wil wat zeggen, maar. Wat dan? Gewoon verreizen. We gaan verreizen. We gaan lekker veel filmen voor jullie. Dat jullie ook een indruk hebben van onze reis in Londen. En morgen gaan we shoppen. Ik wil trouwens ook even naar Camden Town. Wat is dat? Dat is die marktje waar je allemaal eten kan kopen. Zeg maar van echt hele rare... Of alle landen, zeg maar. Super leuk. En wat, daar heb ik je laatst nog een foto van gestuurd. Met die cute huisjes en zo. Ah. Dan gaan we morgen gaan we even kijken wat we gaan doen. Sowieso shoppen. En morgenavond, Miranda Sings! Want daarvoor zijn we in Londen, voor de mensen die het willen weten. En gewoon omdat we een goede vriendschap hebben. En we lekker wilden winkelen een keer. Om onze vakantie goed af te sluiten. Ik bedank je voor het kijken. En ik zie jullie morgen weer. Adieu! Zeg ik echt.